Ik heb voor dit vak gekozen omdat ik als schilder van iets lelijks iets heel moois kan maken. Ik wil eerst mijn opleiding verder afmaken en dan ga ik daarna pas verder kijken wat ik verder wil gaan doen in het schildersvak. Ik heb voor dit vak gekozen omdat het een mooi vak is en je ziet mensen opnieuw verliefd worden op een mooi geschilderd huis. Na mijn opleiding wil ik verder studeren en uiteindelijk het schildersbedrijf van mijn moeder overnemen. De beroep Berlijn Leerweg. Ik ga 1 dag naar school en 4 dagen werk bij mijn baas. Drie dingen die bij schilders belangrijk zijn, is op tijd komen, motivatie en veiligheid. Nou, bij het schilderen zelf vind ik persoonlijk het particuliere werk vind ik heel leuk. Want je komt altijd van alles tegen en je bent altijd bij de mensen. Wat belangrijk is voor een leerling, punt 1, heel veel leert, zoveel mogelijk. Zoveel verschillende facetten van het vak, dat hij om kan gaan met de mensen waar hij moet werken. Dus het belang van de klant staat altijd voorop. De kwaliteit van het werk staat voorop. En vooral dat je goede opleiding krijgt, waardoor hij een heel veelzijdige schilder wordt in dit geval. Ik heb voor dit schildersvak gekozen omdat ik ervan hou met mijn handen te werken. En als voorbeeld, toen we bij dit gebouw hier aankwamen, toen zag het er niet uit, alles was kapot en we zijn nu bijna klaar en het is bijna helemaal opgeknapt. Om een goede schilder te worden moet je een paar goede oren hebben en in ieder geval leergierig zijn en bereid zijn voor openstaan om het vak onder de knie te krijgen. Naast de opleiding schilder hebben we ook de opleiding industrieel lakverwerken. Deze opleiding bestaat uit 3 keuzemodules. Metaalconserveerder, lakspuiter en jachtschilder.